En hier was ik nou zo bang voor. Hier heb ik het de hele tijd over gehad. Ja, wat er nu gebeurd is. Die Spaanse justitie, die heeft er dus geen zin in. Die denken bij zichzelf, ja dag, ga het maar lekker in Nederland oplossen, zoek het uit. En Nederland denkt, nou ja, oké, dan pikken wij het wel over. Nou, het is werkelijk om uit elkaar te barsten van woede. Dat is het gewoon. Het is werkelijk om je zo verschrikkelijk kwaad te maken over wat hier gebeurt. Dus wat doe je dan? Dan doe je iets verkeerds in het buitenland, hè? Zoals deze gasten. Tja, dat gooien ze dat gooien ze gaaiers, die schoppen gewoon iemand dood. Ja, weet je wat we doen? We rennen snel naar het vliegveld, gauw terug naar Nederland en dan ben je veilig. Ja. Dan is er niks meer aan de hand. En dan zorg je ervoor dat je ouders zoveel poen hebben dat ze gewoon alle advocaten in de wereld kunnen kopen die ervoor zorgen dat Spanje er verder van afziet. In dit geval. Ja. En dan krijgen we dit. En dan weten we al precies wat er gebeurt. En dit is zo verschrikkelijk voor de familie. Voor de vrienden. Al die mensen die Carlo Heuvelman hebben gekend. Die mensen die moeten werkelijk door een hel gaan op dit moment. Dat kan niet anders. Die gasten die komen er gewoon mee weg. Gewoon omdat er genoeg poen is. Dat is het gewoon. Poen maakt het zover dat ze uiteindelijk, want we weten hoe dat gaat, hè? Ja, we weten precies hoe dat gaat in Nederland. Komt een advocaat en die zegt, ja, mijn jongens, ach, hadden iets ervan gedronken, die zijn nog niet zo oud. En dan komt er zo'n rechter en dat is dan meestal zo'n blonde hockeytrut, weet je wel, die helemaal geen gevoel heeft voor de samenleving en totaal geen idee heeft wat er aan de gang is in de wereld. En die zegt dan van, ja, nou, dus inderdaad, hebben ze het wel moeilijk gehad. Nou, dan komen ze of met een werkstraf, of ze geven ze een paar jaar. Nou, laten we zeggen dat ze 4 jaar krijgen. En voor goed gedrag, na 2 jaar staan ze vrij, en zijn ze weer buiten, en hebben ze gewoon iemand vermoord. Ah, zo gaat dat dan in Nederland. En dat is wat er gaat gebeuren. En dan hebben ze in die 2 jaar ook nog eens een keer bijna in een hotel gezeten in Nederland. Want dat noemen wij dan een gevangenis. Jongen, 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 jongen. Wat is dit erg. En ik heb zo, en dat meen ik nou uit de grond van mijn hart, zo te doen met die mensen van Carlo Heuvelman. Die vrienden, die hebben mij geschreven persoonlijk. En ook de familie en iedereen, al die mensen, jongens, ik wens jullie vooral heel, heel veel sterkte.